Scène 1, shot 1, take 1. Zeg je al wat je moet doen? Ja. 3, 2, 1, actie. Ah, fuck! Ja, ik ben niet zo'n lieve leerling eigenlijk. Ik ben nogal vaak boos en snel geïrriteerd. En weet je ook waarom dat is dat je boos en geïrriteerd bent? Ja, dat ligt door de thuissituatie van Jay. Zijn ouders zijn gescheiden, dus... Dat wordt gedurende de film ook duidelijk. Ja, ik vertel er wel veel over. Ook tegen Anna. Dus daar komen jullie wel achter. Ja, ik ben zeg maar een vriendin van Jay. En ik ben heel zelfverzekerd. En ik hou van graffiti spuiten. En ook om het grapjes uit te halen samen met Jay. Jaden, ik moet even iets uit de printer halen. Als je zo meteen niet meer op je plek zit, heb je een probleem. Begrepen? Ja, slot. Waar ben ik? De brief voor meneer Ronkenstein. Ah, dankjewel, Piet. Laurens. Was dat je man? Hij is de liefde van mijn leven. Paspoort. Ben jij dit echt? Ik mag de grenswachter zijn. Ja. Een Duits-Nederlandse grenswachter. En ik moest vooral heel streng kijken, dus ik ben heel benieuwd naar het resultaat. En spreekt u ook een woordje Duits? Dat was inderdaad wel de bedoeling. Het moest een beetje een mengelmoesje zijn. Dus heb ik goed op geoefend. En ja, nou, vanavond zien we het resultaat, denk ik. De première zit erop. Hoe vond je het? Echt heel leuk. Fantastisch. Niet normaal. Niet te beschrijven. Ja, er waren beelden van de première vorige week en ze moeten nog steeds bijkomen. Jentel Evers, Hero Jansen en Ikke Simons zitten hier. Welkom. De hoofdrolspelers van de film Anna, toch? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Je wordt al herkend op straat? Ja, eigenlijk wel, ja. En vooral in Reuver. Dus vooral mensen die zeggen dan, oh, jij speelt toch in die film? En dan ze herkennen mijn gezicht veel. Ja. Hoe was het, die première vorige week? Het was echt een hele bijzondere ervaring. Dit is natuurlijk de eerste keer. En het was echt heel leuk. Ja. Je ziet jezelf dan voor het eerst op het grote doek? Ja. De film hadden jullie nog niet eerder gezien? Nee. Alleen Jentel had het al eens eerder gezien. Ja. Ja, Jentel, jij als regisseur hebt gewerkt aan de film. De beelden spraken voor zich. Het was een hele mooie avond, ook nog later, geloof ik. Ja, ik denk dat ik pas om 1:30 uit de Café Luxor liep. Diegenen die van het café waren, die zaten nog aan de bar. En op een gegeven moment gingen ze de lichten een beetje uitklikken. Zo van, wij zijn klaar. Dus het was een hele mooie en late avond. Maar ik kan wel zeggen dat het heel overweldigend was. Je zit met zoveel indrukken, zoveel reacties, zoveel dingen die er gebeuren. En dat is wel heel bijzonder. Daar ben ik eigenlijk nog steeds wel een beetje van bij aan het komen. Ja. Wat was er zo bijzonder, of wat is er zo bijzonder aan de film? Jullie hebben dat met de theatergroep Puur gemaakt. Ja. Nou ja, kijk, je bent daar een heel lang proces, ben je daarmee bezig voor mijzelf. In 2017 ben ik begonnen met verhalen op te halen over de geschiedenis van het dorp. En dan leef je daar wel echt naar uit. Het heeft door corona een tijd in de kast gelegen, het script. En dan is natuurlijk ook de vraag, ja, gaan we er nog iets mee doen? Willen we dit nog? Het is natuurlijk een groot project. En als je er zo lang aan gewerkt hebt en zoveel uren in hebt gestoken, dan is dat gewoon iets heel bijzonders. En vooral ook voorstellingen, die hebben we natuurlijk vaker gedaan. En daarbij is het proces gewoon heel anders. Want je werkt dan een driekwart jaar werk je naar een voorstelling toe. En dat bouwt zich eigenlijk op tot een hoogtepunt. Dan heb je met z'n allen een hoogtepunt en dan is het klaar. Maar nu is het zo dat we de draaidagen hebben gehad. Dus dat was eigenlijk het hoogtepunt. En dan een hele tijd niet. En dan in één keer is daar een film met een première. Dus ook vooral voor de spelers gewoon heel vreemd. Dat zij er maanden eigenlijk niet meer mee bezig zijn geweest. En dan opeens weer een hoogtepunt krijgen. Ja. En dan nu is het ook omdat we 8 voorstellingen hebben. Is het elke keer weer opnieuw een hoogtepunt. En dat is wel heel erg bijzonder. Ja. Maar jullie zijn nog niet elke voorstelling bij, neem ik aan. Toch? Nee, niet elke voorstelling. Maar als je wil helpen of daar gewoon bij wil zijn, dan kan dat natuurlijk wel. Ja, dus stiekem ga je nog wel eens wat vaker. Ja. Ike, was dat voor jou dan
heb je zo'n film? Dat is natuurlijk anders dan spelen voor een stuk met publiek. Ja, klopt. Bij theater zelf moet je veel meer grotere bewegingen maken met je armen en je gezicht ook. En bij de film is dat dan meer zodat je vanuit het gezicht ziet. Je hoeft niet zo'n hele grote bewegingen te maken en ook niet zo uitbundig te dus zijn. Dus dat is meer de kleine dingen? Ja, meer de kleine dingen. Was dat lastig? In het begin wel, ja. Omdat je natuurlijk gewend bent om theater te spelen. Dus in het begin was het wel even lastig, maar daarna lukte dat wel. En wat is nou leuker? Of kun je dat niet zeggen? Nee, dat kan ik niet zo snel zeggen. Het is allebei leuk. Met de theatervoorstelling heb je natuurlijk gelijk de reactie van het publiek die erbij zit. En daar kun je ook fijn op inspelen. En met de film krijg je dan de reactie als mensen het zien op het beeld. En dan ben je er soms zelf niet bij. Dus dan hoor je dat achteraf of zo. Maar het is allebei wel leuk. Lijkt me best vreemd dan dat mensen naar jou zitten te kijken terwijl je gewoon dan andere dingen bent aan het doen of misschien in de zaal zit. Ja, dat is best vreemd, ja. Hoe was het voor jou? Jij speelt de hoofdrol. Ja. Of ja, allebei, maar jij hebt een prominente rol. Hè? Jij bent eigenlijk het qua joch van de school. En jij bent een beetje de opstoker erbij. Ja. En vervolgens gebeurt er wat, hè, in dat Gerscollege. Ja, in het Gerscollege word ik opgesloten. Ik moet nablijven en ik krijg eigenlijk strafwerk. De docent moet iets uit de printer gaan halen en ze komt niet meer terug. En op dat moment gaat het brandalarm af en Jay die probeert te ontsnappen. Alleen de deur is heet, de klink is heet, alles gaat mis. En hij probeert gewoon uit het gebouw te komen. En op een gegeven moment komt hij Anna tegen. Alleen denkt hij eerst dat het mevrouw Veers is. Die mevrouw die dus net... Ja, die hem dus heeft opgesloten ook. En dan komt er een heel verhaal waarmee we in de geschiedenis duiken. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Eigenlijk zie je dan steeds terugblikken van wat Anna heeft meegemaakt. Ze heeft namelijk geheugenverlies en weet niet meer waar ze vandaan komt, wie ze is. En eigenlijk samen met Jay gaat ze ontdekken wat haar vergeten verleden is eigenlijk. Ook wel bewust gedaan, ook nog dat het verleden van die Gres waren meegenomen in dat verhaal? Absoluut, ja. Ja, persoonlijk hou ik heel erg van een stukje geschiedenis weer tot leven te brengen. En zeker ook om de binding extra te hebben met het dorp Reuver. Daar hebben we natuurlijk eigenlijk ook een beetje voor gemaakt, voor die film. Dus vandaar ook, ik vind het heel belangrijk dat die geschiedenis tot leven blijft komen. Kijk, we kunnen wel een verhaal maken over nu. Maar ik denk dat het veel interessanter is om een stukje geschiedenis daarin mee te nemen. En dat ook dat je de jongere generatie die nu naar de film gaan kijken, dat die toch iets meepikken uit de geschiedenis. Want het is jammer als dat verloren gaat. Ja, spelenderwijs op een leuke, luchtige manier toch informatie bieden. Ja, absoluut. Heb je er wat van geleerd? Tuurlijk. Ik wist niet dat het eerst een fabriek was. Ja, tuurlijk wist je wel dat er iets was, maar niet per se wat. En ja, dat heb ik nu geleerd. Ja. Zit je toch ook op school? Nee, ik zit zelf in Roermond op school. En jij? Ja, ik zit ook op Roermond. Oké, dus geen schoolverleden op het Gerscollege. Maar dat maakt het eigenlijk, het verhaal eigenlijk, maakt er niet zoveel uit, want het gaat om wat daar gebeurd is. Jullie hebben ook hulp gehad van de Heemkundevereniging. Ja, absoluut. Ja, dat is ook waar ik in 2017 bij aan tafel ben geschoven om wat verhalen te vertellen. Het was enorm leuk om dat te doen met heel veel oudere mannen aan tafel gezeten, aan een antieke tafel. Ik vroeg van vertel me eens wat verhalen van wat gebeurde hier vroeger in het dorp en inspireer me. En ik was eigenlijk op zoek naar een soort van mythe of legende of iets zoetsappigs waar ik iets mee kon. En op een bepaald punt dacht ik van, nu komt er iets. En zeiden ze van, Jentel, er was een huis en daar spookte het. Dus ik zo, wat gebeurde daar dan? En vertel me meer, wat spookte daar dan? En dan zeiden ze vervolgens van, ja, dat weet ik niet meer. Dus zo zijn er ook heel veel verhalen waar we niets mee hebben gedaan. Maar toen kwam het verhaal van de kleiwarenindustrie. En toen wist ik, omdat wij ook in dat gebouw gingen repeteren, wist ik gewoon, dit moet het gewoon worden. Ja. En uiteindelijk is die film er dus gekomen. Ja. Volgens mij had de Heemkunde wel iets van, gaat er nog ooit wat mee gebeuren, toch? Het heeft lang geduurd.
Ja, ja, dus zij hadden inderdaad wel, waren wel nieuwsgierig van wat gebeurt er nou mee. Maar we hebben ook een aantal mensen daarvan uitgenodigd en ze zijn allemaal heel enthousiast. Ze vinden het heel mooi dat het eigenlijk op zo'n moderne manier vertolkt is. We hadden een documentaire kunnen maken, maar dit is natuurlijk een andere vorm. En ja, ik vind het ook wel heel leuk om van hun te horen dat ze daar heel blij mee zijn dat we dat op deze manier hebben gedaan. En ja, ze lopen er met trots over aan iedereen te vertellen. Ja, dit is de tweede film die jullie al hebben gemaakt. Hè? Dit is eigenlijk om jullie jubileum te vieren van een paar jaar geleden. Ja, klopt. Ja, origineel was het idee om bij het vijfjarig bestaan film te maken. Maar ja, corona, ik zei het zojuist al, heeft daar een beetje roet in het eten gegooid. En daarom dat het dus wat langer in de kast heeft blijven liggen. Maar de eerste film die we gemaakt hebben, hebben we eigenlijk bij de oprichting gemaakt. En we dachten, die volgende film is mooi bij het vijfjarig jubileum. Nou goed, dat is dan 7,5 jaar geworden. Ja. En nu? Zijn jullie weer met het volgende stuk bezig? Of, hoe ja, de groep is bezig met een nieuw stuk, de Griezelbus. En we zijn daar ook aan het kijken in hoeverre we het publiek echt mee kunnen nemen in een beleving. Dus daar, ja, daar gaan we in juni gaan we daarmee op de planken. En ja, wie weet komt er nog wel eens een keer. Ja, ik kan me niet voorstellen dat het niet kriebelt om weer een film te maken. Nee, dat kriebelt zeker. Ja. Het is echt fantastisch om een film te maken. Ook fantastisch om op de planken te staan. Dus niet te beschrijven als je dat kan meemaken. Het zijn wel echt talenten, hè? Over de hele linie. Ja. Ja, we doen even alsof ze er niet bij zijn. Ja, maar het is sowieso. Het was natuurlijk de spannend van je gaat een film maken. Dat is wat ik straks ook zei. Van, dat is totaal anders dan acteren op een podium. Nou ja, en toen ook bij de audities. Ik was best wel benieuwd van wat komt dan naar boven. En toch heel erg positief verrast. Maar ik zag ook wel dat er nog hier en daar nog wel wat aan bij te sleutelen was. Op het gebied van niet te groot en ga wat kleiner. Ga naar je gevoel, speel vanuit daar. Maar we hebben dat eigenlijk in een aantal repetities zijn ze zo omgebogen. En hebben ze het zo goed meegedaan. En zo'n inzet ook getoond om heel goed die tekst te leren. En heel goed thuis ermee aan de slag te gaan. En ook echt heel erg de bewustwording van het karakter te krijgen. Ja, dat is veel beter geworden dan dat ik had durven dromen. Ik zag jullie gniffen bij de auditie. Wat weet je daar nog van? Ja, het was. Je moest de auditie gaan doen natuurlijk voor een rol. Nou, ik kreeg een lijstje met rollen. Nou, daar stond ook Jay tussen. Hij kon me wel vinden op zich in dat karakter. Dus tijdens de auditie, een petje opgedaan, een jasje aangedaan. Zo. Toen ben ik een beetje zo'n stoere jongen gaan uithangen. En toen ben ik naar de auditie gegaan. Dus ik kan daar me nog best wel wat van herinneren, ja. Ja. Dus je had er gelijk die rol op het oog? Ja, dat zeker. En was dat voor jou ook zo, Ike? Ja, ik heb ook auditie gedaan voor mijn karakter River. En ik heb met een schetsboek ben ik naar de auditie gegaan. Ik heb een beetje geschetst en getekend. En de rol proberen te vertolken hoe ik het zag. En dat is blijkbaar goed uitgepakt. Ja, ze waren, jij was enthousiast, denk ik. Ja, zeker. Ja, ik hou er sowieso wel van als spelers naar een auditie gaan en iets meenemen, daarover na hebben gedacht en echt een plannetje hebben. Vind ik altijd wel, kan ik heel erg waarderen. Dan heb je voor mij al een pluspunt gescoord. Mensen die de voorstelling of de film nog willen bezoeken, dat kan, hè? Ja, dat kan. We hebben nog twee voorstellingen openstaan. Dat is op 29 en op 30 maart. De andere voorstellingen zijn uitverkocht, maar ze kunnen nog bellen voor de laatste plekjes. Dus dan moet je even snel zijn. Ja, dan moet je even snel. En daarna wordt hij nog ergens vast vertoond, hopelijk. Daar zijn we nog niet helemaal over uit, maar wie weet wordt hij dan nog ergens op ons. Ja, toch? Hopelijk wel. Nog ergens zien. Hopelijk wel, dan wordt dat als een herinnering. Kan ik die later aan mijn kinderen laten zien. Ja. Leuk dat jullie er waren. Veel plezier nog en succes met het repeteren voor het volgende stuk. Dat gaat dus weer door. Dank je wel.